Hallo allemaal en welkom terug bij The Belgium Games. Vandaag ben ik hier met een server review over Dreamworld. Dreamworld is namelijk een kleine server where your dreams come true, waar je dromen dus werkelijkheid worden. Op deze server kan je verschillende game modes spelen. Je hebt de lobby, survival, skyblock en craftville. Welkom op Dreamworld. Kies een game mode om te starten. Dus als eerste hebben we namelijk Survival, waar we als eerste naartoe gaan gaan. En dan hebben we ook namelijk de Skyblock, waar we eventjes langs lopen. Maar dan hebben we ook nog Craftville, oftewel Mindtopia, waar je twee verschillende werelden in hebt. Als je namelijk naar deze werelden wilt geraken, gebruik je heel eenvoudig de Server Selector. Nogmaals, iedereen welkom bij Dreamworld. Laten we er eens in gaan vliegen. Het IP-adres is hieronder te vinden, play.dreamworld.cf. Trouwens, er is ook nog namelijk een VIP-rang giveaway die ik mag weggeven van de server-owner. Staat hieronder als meer uitleg. En nu betreden we de Dreamworld Survival, waar je samen met je vrienden kunt survivalen, overdag en in de nacht, met alles wat je kunt vinden in Minecraft. Zoals je kunt zien, kom je hieruit bij deze mooie spawn. Bij deze spawn kun je wat bordjes lezen met info. In de survival wereld kun je op jezelf gaan leven of samen met een vriend. Je kunt gaan rondlopen, bomen gaan slaan en eten gaan zoeken om te overleven. Vergeet zeker niet je home te zetten met /set home, want als je doodgaat, dan kun je heel makkelijk terug naar je huisje gaan. Maar let ook goed op, want in de survival zitten ook gevaarlijke monsters. Dus geniet in deze survivalwereld waar je gezellig tegen alles kunt gaan mappen en met je vrienden kunt samenspelen. Als tweede hebben we namelijk de Skyblock server. En jawel, je weet het of je weet het nog niet, Skyblock is namelijk een leven op een eiland in de lucht. Op de spawn heb je namelijk een shop om van alles te gaan kopen en bordjes met extra uitleg over de Skyblock wereld. Je hebt ook crates om items te krijgen en dan ook namelijk nog een PvP zone. Dus hier hebben we namelijk de crates waar je items kunt krijgen om te kunnen gebruiken op jouw eiland. Het hoge gebouw is namelijk de shop waar je kunt gaan shoppen voor lekkere en fijne spullen zoals bouwblokken. En hier hebben we namelijk de PvP-arena waar je met andere mensen kunt gaan mappen en een fijn parcoursje kunt doen. Oh ja, trouwens, als je hier dit bordje zou kunnen lezen, ben je helemaal niet goed bezig. Maar ja, dit is dus namelijk de Skyblock server /wereld. Als laatste wereld hebben we namelijk de Mindtopia, oftewel de Craftville waar je samen met andere mensen beroepen kunt gaan uitvoeren. Zoals je kunt zien is deze wereld zo groot als iets. Dit is namelijk de eerste wereld waar je terechtkomt als je spawnt. Je hebt namelijk een stappenplan die je kunt vinden via de website die hieronder gelinkt staat als link in de beschrijving. Op deze wereld kun je namelijk heel veel verschillende zaken doen. Je kunt namelijk klusjes gaan doen voor extra geld. Zoals bijvoorbeeld een houthakker of een parcours gaan afleggen. Hoe kom je daar? Heel eenvoudig door de bordjes in de spawn te gebruiken. Je kan ook namelijk plots kopen met deze signs en er is een beknopte uitleg te vinden op hun website. Hieronder weer als linkje in de beschrijving. Je kan ook shops vinden, vergunningen en jobs kopen in het stadhuis achter de bank dichtbij de spawn, zoals je nu kunt zien, de bank namelijk. Er is ook namelijk een supermarkt waar je spullen kunt gaan kopen, plus nog het oude /shop-commando dat later nog weg gaat gaan. Er zijn namelijk ook daily checkpoints verspreid over de volledige map waar je dagelijks gratis geld kunt gaan ophalen. Je kan dus ook zelfs met auto's gaan rondrijden door de hele wereld die je zelf ook kunt kopen. Vroom vroom. Dit is enkel maar één wereld, er is nog één, maar daarvoor moet je zelf op de server eens een keertje langskomen. Dit was dus namelijk de Craftville wereld waar je zelf jobs kunt op gaan uitoefenen. Oh ja, voordat ik het vergeet, er is ook nog een gadgetmenu waar je spullen kunt aankopen om op jouw lichaam namelijk te gaan zetten, zoals speciale effecten rondom jouzelf te kunnen krijgen.
Dit kun je namelijk allemaal kopen op de server. Je kan ook verschillende armorstukken aantrekken en andere spullen die jij leuk lijken. Oké, we zijn op het laatste gekomen. Heb je nog vragen, dan kun je altijd op het forum terecht. Welkom op Dreamworld, IP-adres play.dreamworld.cf. Droom verder, doei doei, slaap zacht en tot bij Dreamworld. Plus vergeet de VIP-rank niet, hieronder.